my name is Siri Pokorny. I'm really honored to be part of Young Talent Project this year. I'm a choreographer and I've been working with students of HBO 3, creating a short piece, Mind at Play, with obstacles and openings. Ik ben Mariette Redel. Ik ben balletdocent en creatief docent en docent repertoire op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En ik heb gewerkt aan Whereabouts Unknown van Jiri Kilian. En dat gedaan met groep 7, 8 en HBO 3. Yeah, so it kind of goes backwards where we came from. I think my goal was the same as the goal for Young Talent Project. Just to, you know, give the students the experience, the creative experience, something that can give them a little bit of a hint of on how it works once they get a job, once they get to a company or work on a project, or how it is to work with a choreographer, how it is to create. De studenten van het conservatorium hebben een gigantische sterke klassieke basis. Maar dit was voor een groot deel van de groep voor het eerst dat zij echt repertoire deden. En dan notabene gelijk van Jiri Kilian. Dus enorme verantwoordelijkheid, maar ook een enorme stap. Want die techniek, die klassieke basis, die is er. Maar hoe geef je je eigen persoonlijke invulling en artistieke inbreng? You know, the very first part of the process, I would just, you know, needed to take the time to get to know them and give them a chance to get to know me a little bit. I'm gonna leave. So I didn't really come up with like a very deep ideas, nothing like that. Like I would just let the process kind of flow and bounce off of the ideas as we go. So as every idea generates a new idea every time. Ik heb heel weinig verteld. En ben gelijk begonnen met de eerste beweging. Wat letterlijk je neus stoppen in het onbekende. Dus in daar waar je naar verlangt, naar je toekomst. Naar waar je naar uitkijkt, maar waar je niet weet wat er voor je in petto ligt. En tegelijkertijd je herinnering, je rugzak die je al hebt, daarnaar terug refererend. En dus eigenlijk zit je met je eerste beweging in het hart van het karakter van het waar Whereabouts eigenlijk in mijn optiek over gaat. En over dat nu moment, dat korte nu moment, ten volste beleven. It's a process of 3 months, you know. So you spend some time together in the studio and you go through ups and downs. And we let ourselves learn from one another. And they have benefit also on the personal level. They became better people, and I became a better person through them. Vooral als je ziet hoe leerlingen worstelen en echt proberen als een Bambi hun handen en voeten geven aan het nieuwe materiaal. En bovenop al die uitdagingen die ik genoemd heb, realiseren, wauw, als je dit echt als team doet, dat de groeps eenheid het stuk versterkt en daar helemaal voor willen gaan. Wow jongens, we doen dit samen. Dat ontroert enorm.